Goedemorgen. We staan in Borger, op campingplek Nuverstee. Kijk eens. Wat een mooi uitzicht weer. Het zal gaan regenen vandaag, maar als ik dit zo zie, hebben we eerst nog wel even mooi weer. Het is eind april. We staan hier met 5 campers. Zie? Nou, wat ik vandaag wil laten zien, is eigenlijk zo'n beetje wat wij zo'n beetje eten, of wat ik eet op zo'n een dag. Kijk maar even mee. Een groene smoothie. Ik zet even hier een link. Kijk daar maar eens even naar die video hoe ik de smoothie maak. Dat is dus het eerste, hè? Groene smoothie. Ja, elke ochtend begin ik met een groene smoothie. En ik vind het nog steeds heerlijk. Vandaag heb ik behoorlijk wat kurkuma in gedaan. Ik denk wel 2 pinken, zo groot, 2 zulke stuk. Dat is pittig. Maar dat vind ik wel lekker. Moet je wel eerst aan wennen trouwens. Nou, ik ga verder. Het is nu 7 minuutjes over 9. En we gaan zo even boodschapjes doen. Maar ik had even zin aan avocado. Hartstikke gezond. Goed voor het cholesterol. En het bevat alle essentiële aminozuren. Maar ook de omega 3. Ja, dus ik eet soms wel eens een stuk of 3-4 per dag. Maar er zijn mensen bij die eten gewoon 20 avocado's per dag. Soms wel gewoon in een moment zeg maar, van de dag dat ze ze gewoon achter elkaar een aantal opeten. Maar ik geniet nog even verder van mijn avocado. Kreeg ik toch zomaar zin aan bloemkool. De fytonutriënten die daarin zitten, het is een geel-witte kleur, zeg maar. Elke kleur heeft zijn eigen eigenschap, zeg maar, genezende eigenschap. Elke kleur van groente en fruit. Dat zijn dan de fytonutriënten. Ja, het zijn stoffies die bepaalde ziektes, bepaalde aandoeningen tegengaan. Daar kun je ergens in verdiepen in zoiets. En bomvol calcium. Nog eens een keer, dat is goed voor de botten. Er zitten echt heel veel mineralen in. En wat wij daar doen, is gewoon koken met cultured zeezout erin. En cultured zeezout zit ook weer vol met mineralen. Dus, hartstikke gezond. En ik vind het heerlijk. Gewoon zo bloemkool. Koud. Het is wel gekookt. Lichtjes gekookt, hè. Met dat water kook gelijk het water of het gas uitzetten. Af laten koelen. En dan zo opeten. Dan kun je de bloemkool ook rauw eten. Alleen dan moet je er niet zoveel van eten. Ja, maar er zit natuurlijk wel weer een bepaalde giftige stof in. Die niet meer giftig is, zeggen ze nou wel eens. Het is licht giftig hoor. Maar dat is eigenlijk met elke plant. Elke plant beschermt zich. Er zitten natuurlijke stofjes in om zichzelf te beschermen dat ze niet gegeten worden. En ook een plant wil niet gegeten worden. Net als een dier of een mens. Maar goed, daarom moet je veel afwisselen. Niet altijd hetzelfde eten. Nou, de boodschapjes hebben we nog niet gedaan.
Ik dacht eerst nog even, ik denk ongeveer een halve bloemkool. En als die nou op is, gaan we een boodschapje zoeken. Kijk, op de markt in Meppel, daar hebben we hem gevonden. Een groentezaak. Hey. Nou even zien of er wat bij is. Kijk eens. Een lekker bakje druiven geschoord. Nou, dan kunnen we genieten, hè? Zo. Eerst onderweg maar even een paar gegeten. Maar, Geert zei, je moet ze toch even afwassen. Nou, vooruit dan. Een bak vol druiven. Heerlijk. Weer een ander kleurtje, hè? Andere fytonutriënten. Nou, we gaan de auto starten. We gaan verder rijden. Ik heb de bakkie naast me staan. En ik onderweg mooi van genieten. Nou, we rijden nu Giethoorn in. We hebben een mooi stukje gereden vandaag. Mooie plekjes gezien trouwens. Alleen nu regent het even. En net ook eventjes een grote bak aardbeien gesloord. Heerlijk. Hollandse aardbeien. Je hoort zo'n piepgeluidje op de achtergrond, hè? Er zit in het raam hier, aan de kant van Geers. Zo'n akelig grafgeluidje. We krijgen het er maar niet aan. Een hagel hier. Oh, ik heb een nekking. Een hagel. In het moment de zon die juist buiten lopen in de zon. En nou hagel. Maar goed. We zouden eerst hier in Giethoorn. Gaan we overnacht. Zijn we al eens eerder geweest. Maar daar hebben ze geen wifi. Dus we gaan naar Blesdijk. Had ik het over Hollandse aardbeien, hè, zo'n bak. Maar vanmorgen hadden we de bloemkool. Dat was ook een Hollandse bloemkool. Die smaakt toch net even weer wat beter, hè? Dan die Spaanse bloemkool en zo. Wat eet je nou zo op een dag? Ja, dat maak je nou mee, hè? Dat zie je nou. Wat kan je eten? Dit is ook weer een grote bak aardbeien trouwens. En wat drink je dan op zo'n dag? Niets. De hele dag, hè, vanavond wel wat, maar zeg maar voor de rest van de dag niets. Want er zit zoveel vocht in. Een bak druiven ook. Er zit echt heel veel vocht in. Als je die zeg maar in zo'n slowjuice zo doet, nou, dan heb je zo'n paar glazen vol, hoor, van alles wat ik vandaag heb gegeten. Hè, vooral in de smoothie ook al. Hè, voordat ik de smoothie drink, dan drink ik altijd nog wel wat water. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar de rest van de dag drink ik bijna niks. Ik ook weer camper. Je Giethoorn, dan barst erop voor de campers. Nou, we gaan naar Blesdijk en dan zullen we eens eventjes vanavond even spaghetti eten. Laat ik jullie zo nog even zien. Ja. Nou, en nu voor het avondeten gaan we spaghetti maken van de ramanas. Het is een soort radijs type. Ze noemen het radish. Ik heb een stukje ervan. Heb ik even met de dun schillen de schil eraf gehaald. Die druk ik nou op dit apparaat. Dat apparaat heet spiralizer. Je maakt als het ware een soort van ja, een soort van spaghetti. En op zich, ja, het is een beetje een namaakgerecht. Het stomste was, ik was er altijd een beetje op tegen, hè, de namaakgerecht. Maar nu heb ik een recept gevonden
voor een, zeg maar, sausje. Die wil, die mij wil aanspraken. Kijk, nou maak ik hem van dit. Hup. Eens kijken. Mooie persstoel dat je overhoudt. Die kun je gewoon, hup, in de blender gooien, hè. En die gaan we natuurlijk gebruiken. Even kijken. Ik doe nog even een gedeelte. Moet je zien. Hoe mooie spaghetti je krijgt. Lekkere lange slierten. Nou is dit van de Ramana's, hè, noemen ze hem ook wel. En de maak hem ook wel eens van de gewone komkommer. Kan ook prima. Courgette. Heb ik ook wel eens gedaan. Maar ja, dat is een nachtschadeplant. Dus daar ben ik een beetje voorzichtig mee. En een aubergine. Heb ik hem ook wel eens van gemaakt. He, daar kun je ook een soort van spaghetti van maken. Nou, dan doe ik een heel klein beetje water bij de, hierbij in. Voor het sausje. Water is op. Ja, en omdat wij elke keer op een ander plekje staan, dan is het, de smaak van water is wel eens verschillend. Doen wij, of gebruiken wij, bronwater uit een bak. Nou, dan maken we sausje. Ik heb geen hoeveelheden. Hoor. Ik ga niet zeggen zoveel gram van dit, zoveel gram van dat. Of een eetlepel, theelepel of weet ik wat. Maar ik doe dat gewoon een beetje zo dat ik denk van, nou ja, zoveel ongeveer. Hè, dit is gedroogde tomaat. Ook een nachtschadeplant. Dus gebruik ik niet te veel van. Dan doe ik het sap van een halve citroen. Doe ik erin. Ze zeggen ook wel eens dat je die ook wel kunt gebruiken. Voor, om hierop te doen, omdat deze heel snel oxideert. Die verkleurt. Nou, ik vind er meer van. Ik heb wel eens producten gesneden die heel snel oxideren. Dus dit valt mee. Klein beetje. Himalaya zout erbij in, niet te veel. Dan heb ik hier oregano. Nou, nogmaals, een beetje op gevoel. Dat je denkt van, nou, en de ene keer zal het denk ik anders smaken dan de andere keer, omdat je meer van het ene ding hoort, meer van het andere. Cayennepeper, pas daarmee op. Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk, omdat die lekker scherp is, die saus. Dus ik doe er flink wat in, maar niet iedereen gaat het lekker vinden. Nou. In de blender. Niet te lang. Ik vind het best wel lekker als er ook een beetje stukjes in zitten. Niet te veel natuurlijk. Nou, ja, wat heb je nou? Je hebt eigenlijk een soort van spaghetti. Even een vorkje erbij. Je hebt eigenlijk een soort van spaghetti. Die lekker pittig smaakt met sausje erover. Niet te veel. Straks nog wat maken. En ja, lekker. Even zo krullen, hè. Lekker pittig. Een pittig tomatensausje. Dit is voor het eerst dat ik die Reddit heb.
En ik moet zeggen, je moet er wel flink op kouwen. Maar dat vind ik niet zo erg. Stel nou dat je zegt, nou ik wil een boek maken. Zo'n ding. Ja. Het is een heel simpel ding, kijk. Dan zit hier, even kijken hoor, of ik die mesjes, of ik dat goed kan laten zien zo. Die mesjes, door deze wordt hij eigenlijk, wat je er ook in doet, wordt hij door deze van de ene kant gesneden, door al deze, kun je het goed zien zo? Wordt hij over die kant gesneden en door dit lange mes wordt hij over zo gesneden. En dan krijg je dus ja, een soort van spaghetti uit het apparaatje. Het is een apparaatje van 30 euro. Kijk maar eens op internet. En zoek je maar eens even op. Maar ik ga nou mijn spaghetti opeten. En lekker ervan genieten. Het, is het mooiste is doordat dus dit ook geen smaak heeft. En de saus maakt de smaak. Dus wat je er ook in doet. Of je nou dit gebruikt, de komkommer, de courgette of de aubergine. Het is eigenlijk altijd dezelfde smaak, alleen een andere bite. Nee, maar de smaak, de saus maakt de smaak. En die saus kun je ook veranderen trouwens. Hè? Bij hem ook wel eens, dan pakken wij pindakaas en dan warmen we daar een klein beetje op. Dan gebruiken we dat. Nou, je hebt gezien wat ik vandaag eet. Dit is nog niet, deze gaat er ook nog bij straks. Want dit is natuurlijk maar een heel klein beetje. Maar hoe makkelijk het ook is in een camper om dat soort dingen klaar te maken. Hey, bedoel, ja, je wast de druifjes en de aardbeien, die was je even af. En dan kun je dat zo eten. En dit zo met een spiralizer, dat gaat hartstikke prima. Zie, als je nou vlees eet en je moet dat bakken. Aardappels koken en groenten koken en noem maar op. In een camper. Er krijg heel veel vocht in een camper. En vandaar dat ik denk dat dus juist het leven in een camper, maar ook de manier van leven wat wij doen, de manier van eten zoals wij het doen, dat het perfect in het plaatje past. Het is gewoon ideaal, echt. Alleen, vandaag hebben we even moeten zoeken naar de groenteboer. Maar meestal dan weten we wel waar de groenteboer zit natuurlijk, hè, op de meeste plekjes. Het was ook niet de bedoeling dat we een klein stukje zouden rijden vandaag. Het is zaterdag vandaag, dus we zouden een route maken. Gewoon met de ogen dicht als ware wel. Dus gewoon rijden, van dorp naar dorp naar dorp. We hebben gekeken op de kompas. We hielden vanaf Borgen een beetje west-zuidwest aan en later een beetje west-noordwest. Ja, dat was eigenlijk de route die we wouden maken. Nou ja, en dan kom je dus op plekjes terecht waar je, wat je anders, ja, wat je niet verwacht, waar je anders niet zo snel komt. Dat was een leuke dag vandaag. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vindt, geef me een duimpje. Deel hem met je vrienden. Abonneer je op het kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En tot de volgende video.